welkom in deze nieuwe video van Bos. Maar vandaag zijn we in de pannen. We gaan naar Plopsaland. Het is na 2 jaar eindelijk dat we hier terug staan. Dus ik ben wel op zich ook al 4. Ik ben niet alleen met Enzo. We gaan zien hoe lang we het kunnen uithouden hier. Ik bedoel, het is wel een leuk park, maar Enzo wordt ook sneller moe natuurlijk. Hij is nog klein. En hij kan nog niet overal op, dus daarom zullen we dat kijken. Maar het is de eerste keer dat ik ook het hotel ga zien, maar ook Heidi. Want Heidi dingen daar rijdt, of weet ik dat, omdat ik daar nog nooit niet kunnen zien. Dus daarom. Dus wat. We gaan nu richting de ingang. Dan moeten we eerst onze abonnementen nog inruilen, alleen ons papier van de abonnementen, en dan kunnen we naar binnen gaan. Kijk. Schoon, hè? Dit is maar ook schoon, zo. Ja. Kijk, Enzo zijn helden en mijn helden staan daar. Schoon, hè? Sky is er niet bij van. Maar dat is dus erg. Dus we gaan eerst naar het Plopos, omdat daar altijd het meeste volk staat. En dan gaan we gewoon terug. Ja, we kunnen alle kanten uit eigenlijk. Dus makkelijk. En ik denk dat we ook nog kunnen gaan zwemmen. En daarom, hij is 85 centimeter. Dus het is wel leuk eigenlijk om hier te lopen. Het is echt zo lang geleden. Kijk hoe mooi het hier is. De ijsbaan. Ik probeer het zoveel mogelijk vast te leggen, maar dat is niet gemakkelijk. Dat is voor Enzo ook allemaal nog nieuw. Dat gaat steeds beter en beter als hij wat groter is. Peter moet eens naar de wc. Ik ga hier parkeren. Deze die lag vroeger in het Mediapark. En nu is hij terug. Knap, hè. Nu heb je het Mediapark huisje. Zo schoon. Echt trots. We staan hier aan te schuiven voor het kabouter vlog. Gewoon met die bootjes zo. We zijn even benieuwd, hè. Hoop dat het gaat leuk vinden of niet. Het is de eerste keer, dus we zijn al aan de ingang. We zijn even benieuwd wat dat bootje hebben. Dus we zijn hier. De eerste keer in het bootje. Van Plop. Zijn eerste attractie. Cool, hè? Ik ben als een paard, de beste bomen doen zaken van het hele kabouterbos.
Allemaal diertjes. Ja. Daar heb je Amika. Met zijn kon naar hier staat. Kijk, hier heb ik de boerderij. Een beetje een Betsy. Dan is dat de diertjes.
gaan we zo de tractors in. Konijnen, dat zit al genoeg bij ons thuis, hè? Is de konijntjes. En vogels. Ik heb K3 gevonden. Ah nee, het is K4. Daar hebben we ook nog een molen. Ja, we ook nog hierin. En ik ga hierin. Dus hij zit daar. En ik ga hierin. En ik mag de pramp gaan blussen. Omdat het een beetje te hoog is. En ja, hij was net. We konden net in. Dus het was nipt, maar hij mocht erin. Dus hij mag de pramp. Hij mag als pramp helemaal gaan. Ik sta hier zo hebben, helemaal in de hoogte, met zijn brand. En hij zit hieronder. Oh my god. Raadjes leggen. Het prompt thema. We komen in Wiki land. Ja, het is natuurlijk ook slecht weer, dus veel dingen zijn niet open. Maar het is wel leuk om hier eens te zijn. Dus. Maar dat is nog niet zijn doelgroep, hij kent dat nog niet. Maar het is wel leuk. Om er eens te lopen. Om jullie te kunnen laten zien.
er bijna nooit natuurlijk. Hè. Maar hier is dus een baby toilet. Dat is dus voor meneer. We gaan eens kijken wat in zijn luier zit. Dus ze hebben alles voorzien, dus we kunnen starten. Zijn jullie de zon? Precessia. Dat is dan de koets. Heel mooi trouwens. Hij is te slapen. Ze maakt niet meer van Precessia. Maar dat is niet erg. We komen bij de nachtwacht uit. De nachtwacht. Deze zoon heb ik al zeer vaak zien veranderen. Niet normaal. Daar zit hem dan. Heel de tour rond. Dus we moeten eentje zoeken. Het is wel gemakkelijk, maar het is een goede jongen, hè. Dus daar gaan we nog even met zwemmen. Dan gaan we straks ook nog even doen. Het is echt wat koud geworden. Niet te regen. Frits en Frats. Dit is ook wel leuk hier zo. Hier heb je de KD-zone. Ik weet niet wat het te druk is, ik denk het wel. We zitten in de kikkers, hij zit van voor en ik zit hier. Kwaak, kwaak. Ja, hier ben ik kwaak, hè. De konijntjes ook nog. Zit op een eend. Kijk. Mooi, hè? Ik heb echt heel, heel leuke dingen gedaan. Ik zou eigenlijk ook graag in de draak willen gaan, maar ik vind het niet drukken dus. Dus ik weet het niet. Dus ik kan hem ook niet altijd meepakken, dat is het probleem, dat mag niet overal in. En dat is een beetje het probleem eigenlijk. Als je met twee bent, dan kun je zeggen van de een past erop. En de andere niet. Hè. Dus daarom. Maar dit is een nieuwe zone Heidi eruit. En ik ben hier nog alleen Heidi zone. Ik ben dus eerst even op. Wel mooi. Het staat niet zo door elkaar, het ziet gewoon, we staan hier uit op steen. Maar we wandelen op de wandelen. Daarom wordt het niet zo door elkaar geschud.
is dus een boodschap aan het eten. Maar vindt hij ook zo'n tijd van wat doet hij nu weer? Wij gaan zo nog zwemmen. Wie kent deze figuur nog? Ik rook. Maar ook ik rook. Ik hoor u, die bent. We staan hier weer in ons zwemkostuum. We gaan hier zwemmen. We zijn nog helemaal klaar voor, ik kan het horen. En we gaan eens kijken. Kijk, hier het Plopshotel. Daar zijn we gaan zwemmen. En hier staat het Plopshotel. We gaan nu naar de trein. Het was super leuk. Het was echt heel leuk. We hebben er echt van genoten. We hebben een paar beelden gemaakt met de gsm. Natuurlijk, de volgende keer als we terugkomen, neem ik de GoPro mee van Kenny. En dan kunnen we beter filmen, maar het was niet mogelijk. Ik moest omdat ik die mee had gaan. Maar het was echt wel leuk. En ook, ze hebben echt wel zeer goed de renzen en dingen. Ik heb trouwens iets gekregen op mijn arm. Ik heb namelijk een co abonnement. Ik kreeg dan al zo'n goud bandje. Nou, wat grappig eigenlijk. Maar hier is dus het Plopsa Theater. Ja, ik bedoel, Plopsa Hotel. Hier zo voor onze neus. Wel mooi. De tram komt eraan. Dus, schoon hè. Zeg het zelf. Hopelijk vond je dit een leuke video. Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we er weer. Tot ziens.